Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij het tweede deel van mijn Project Life Layout van week 40 van 2016. Oké, dat waren heel veel van's. Ik ben Milou en vandaag laat ik jullie dus deel 2 zien. Je zag hem net eventjes deel 1 verschijnen. Mocht je die nog niet gezien hebben, kijk die vooral eerst eventjes, want dat is de voorloper. Daar leg ik ook heel veel uit over deze pagina en wat ik allemaal gebruik. Ik heb daar ook uitgelegd dat ik de binnenkant van mijn kaartjes uitsnij. En omdat dit maar een halve layout is, tenminste ik werk in een 12x12 album, dus het is een halve layout van de anderhalf van deze week, dacht ik, het wordt een korte filmpje, dus ik laat jullie weer eventjes alles zien, ook hoe ik de binnenkant eruit snij. Hier plak ik mijn foto's op en ik wilde deze toch eigenlijk ietsje kleiner hebben. Maar ik had al getaped, dus hij bleef aan mijn snijmachine hangen. Maar goed, het is gelukt. En hier deed ik nog wat washi over de achterkant. Dit doe ik eigenlijk alleen maar als of een deel van de foto nog niet helemaal vast zit, of de tape door het gat heen komt. Want dan blijft hij overal aan vastplakken en het is super irritant. Je kunt natuurlijk ook de van het poeder, talkpoeder of van je embossing tool gebruiken. Maar dit werkt ook. En iedereen heeft wel een washi tape in zijn voorraad zitten die niet heel favoriet is of gewoon niet zo vaak tot terecht komt. Dus die kun je goed daarvoor gebruiken. Hier ga ik weer aan de slag met mijn Starburst pons. Dat hoort natuurlijk, tenminste in mijn ogen, dat hoort natuurlijk omdat dit de rechterkant is van mijn hele pagina die je hiervoor hebt kunnen zien. Die was afgelopen zaterdag online gegaan. En ik had deze in tweeën gesplitst voor jullie. Ik heb daar rechts een foto op zijn kop liggen. Die komt straks ook in mijn layout, maar deze wilde ik verstoppen, want dat is privé, maar ik wilde het wel documenteren. En ik laat je straks zien hoe ik dat in mijn album alsnog vastleg. Ik heb een washi tape, een Starburst en hier doe ik het woordje, deze is wel uit de kit, met 3D foam. Waarom ik zeg deze is wel uit de kit? Omdat ik in mijn vorige filmpje heb uitgelegd dat ik weinig embellishments gebruik uit de kit en heel veel zelf gemaakt heb. Maar hier past het woordje wel heel goed op. Het is een week 40, betekent dat dit oktober was, dus oktober vorig jaar, dus in de herfst. Dus vandaar deze herfstfoto's. Hier een foto met mijn kat. Weer een washi-tapeje eronder. Ik heb een hoekje alleen maar met Starburst gedaan. En het hartje komt ook uit de kit en die doe ik met 3D foam. En die plak ik ook weer vast. De woordjes die komen erbij, die zijn van Snap Simple Stories. En daarmee maak ik mijn clustertje af met nog wat enameldotjes erbij. Zoals ik in mijn vorige filmpje ook heb uitgelegd. Ik val heel veel in herhaling, sorry. Maar dat komt omdat het nagenoeg niet dezelfde pagina is, maar ik gewoon dezelfde dingen gebruik. Ik hou ervan om ze, de enameldotjes, zeker nu ik alleen nog maar grote over heb, de half ergens onder te steken. Dus dat zag je mij daar ook doen. Ik had van tevoren geen idee wat ik met dit fillerkaartje ging doen. Zelfs toen ik de vorige pagina of de vorige kant had gemaakt, daar heb ik ook een fillerkaartje gedaan. Die is heel anders. Nou ja, heel anders. Met dezelfde elementen toch best wel anders geworden. En ik had nog steeds geen idee toen ik hier aan begon wat ik ging doen. Maar toen ik net eenmaal met mijn Starburst bezig was met ponsen, toen had ik deze halve geponst. En waar ik hem in eerste instantie had bedacht, daar vond ik hem niet te leuk. Dus toen had ik hem op dit kaartje gelegd. En toen dacht ik, maar dat is wel leuk, daar kan ik wel wat mee. De plusjes heb ik ook weer gestempeld. En deze horen natuurlijk terug te komen op de pagina, omdat die op de andere kant ook volop terugkomen. En zo maak ik het één geheel. De plusjes doe ik verspreid over het kaartje in oneven aantallen, dus met z'n drietjes. En daar komt één woordje op en dan komen er nog wat enameldotjes over het kaartje verspreid. En dan is deze ook alweer af. Zo zie je dat je best wel makkelijk een fillerkaartje kan maken en dat ondanks dat je dezelfde elementen gebruikt als andere, dat ze toch heel anders worden. Ga gewoon knippen, schuiven, doen
En zo kom je vanzelf tot een filekaartje. Het gaat mij steeds makkelijker af, moet ik wel zeggen, om er zo eentje te maken. Ik heb hier een tapje uitgestanst met mijn Big Shot. De tapje is van de Diamond Press. En daar zit er eentje met een hartje en eentje met hello. En ik vond het hello niet helemaal toepasselijk. Het hartje ook niet helemaal. Maar het is wel belangrijk. Dus hartjes kunnen eigenlijk altijd. mijn journaling heb ik op dit kaartje geschreven. Op de andere pagina had ik alleen maar puntsgewijs wat geschreven. En hier scheur ik nog wat washi om dat hoekje nog eventjes wat meer te laten zien. En dan is dit mijn pagina alweer. Vond je het leuk? Geef me een like. En heb je je nog niet geabonneerd? Dat kan natuurlijk altijd. Volg me vooral op Facebook en Instagram. Daar krijg je nog veel meer te zien. Behalve de filmpjes en hoe het tot stand is gekomen. Ook de achter de schermen, zeg maar. En voor nu, bedankt voor het kijken. Er is ook een foto van allebei de layouts. Dat is de laatste. Die komt nu. Bijna nu. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!